Hartelijk welkom, beste vrienden, op alweer Lectio Divina met het Zondagsevangelie. Vandaag horen we over de wijnstok en de ranken. Het Evangelie volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af. En elke die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij mij vrucht mag dragen. Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, dan blijf ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok. Gij de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht. Want los van mij kunt gij niets. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen, als rank en verdord. Men brengt zij bij elkaar, gooit zij in het vuur en zij verbranden. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat gij wilt, en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij mijn leerlingen zijn. Woord van God. Bedankt, God. Een werkwoord dat mij opviel en dat vele malen terugkomt, is het werkwoord blijven. Blijven. In relatie blijven. Daarover gaat het eigenlijk. Dus de leerlingen kunnen niet anders dan in relatie te blijven met Jezus. En Jezus gebruikt dan het woord van dan de wijnstok, de druivelaar, hè, waar dat dan, dat is nu bezig, hè. Ik heb een druivenstok staan in mijn tuin. Die komen daaruit, hè, die komen daaruit, de ranken, hè. Ja. Maar als je ze afknipt, dan zijn die dood. Ja. Dan zijn die dood. Dus het komt erop aan om in relatie te blijven met Jezus zelf. Ja. Buiten dat is er in het geloof geen weg te leven. Dat is het centrale punt, lees ik hierin. Ja, voor mij is het ook samenvatting van ons geloof. Geloof is inderdaad relatie met God hebben, de nauwe, diepe relatie. En zonder die relatie met Jezus, met God zelf, ja, ons geloof bestaat niet meer. Je blijven, voor mij ook is het opvallend woord. Blijf in mij. Ik zie dat ook, dat welke zijn die vruchten die over, ja, waarover het evangelie spreekt. Ik denk dat, zoals nu net waren aan het spreken, die vruchten zijn nieuwe leerlingen van Christus, nieuwe vruchten in Christus, nieuwe gelovigen, mag ik zeggen. En inderdaad, als ik geloof, zijn er heel veel kansen van groeien, mm-hmm. van nieuwe vruchten, van, mm-hmm. want dit verlangen naar volheid en geluk en goddelijke liefde blijft in het hart van veel mensen. Maar er ontbreekt alleen dat er dat ik en alle werkers van de wijn van de tuin van God trouw blijven aan Christus. En dat spreekt mij over relatie met, ja, inderdaad, over gebed in deze tijd van Pasen. Mm-hmm. Hoe belangrijk is dat ik in het diepste van mijn hart geankerd wordt, blijft aan
deze relatie van persoon tot persoon met Jezus. Hoe belangrijk is dat? Ik besef dat in deze tijd, ja, hoeveel afleidingen zijn in de wereld, er zijn veel dingen te doen, dat is goed. Maar waar zit mijn hart geankerd? Waar is mijn hart vast? Waar blijft dat vast? Ook mijn vader is de wijnbouwer. Mm-hmm. Dat God is echt werker. En ook de wijnbouwer moet ook een bepaalde kennis hebben. En ook hij is ook een beetje wil eisen. Elke rank die geen vruchten draagt, snijdt hij af. Een beetje ook aansporing om toch. Toch dringend. Ja, vruchten voor te zetten. En professor in Leuven zegt, je hebt ook gehad, dat als er komen Pasen, en is een parochie die geen nieuwe ringen geeft van de dopen, ze hebben geen recht om de Pasen te vieren. Nee, ja, ja, geen, ja. Geen vruchten. Ja. Echt? Ja. Ja, ja, ja. Maar ik zie ook dat Jezus heeft over druiven en wijn. Dus die zijn een heel nuttige vruchten. Je mag het eten. Je mag het dan ook tot de wijn omzetten. En de wijn brengt heel veel vreugde mee. Ja. Vreugde. Ja. Dit is een symbool van vreugde. Van geluk, van eeuwig leven ook. Dat is ook denk ik ook link met de Eucharistie. Mm-hmm. Blijven, ik blijf met jullie dus Jezus, blijf bij ons altijd in de Eucharistie. En de wijn is nodig voor de Eucharistie. Ja. Dat is ja. Ook die link. Teken van bloed, ja. Nu is een thema in dat hart van het Johannes-evangelie zijn twee tekenen die naar voren komen. Dat is brood, hè, brood, en dan de wijnstok. En Jezus is het brood en Jezus is de ware wijnstok. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Dan zien we van, oh ja, die reikt Jezus al aan hoe dat hij blijven zal bij ons. Een woord maar dat mij nog sterk opviel, maar dat komt omdat ik vroeger een geestelijke begeleider had, die al lang overleden is en die had een boek geschreven, niet uit eigen kracht. De ranken groeien niet uit eigen kracht en dat moet ons nederig maken van als wij in de kerk bezig zijn of iets realiseren, dat is niet uit onze eigen verdiensten. Ja, maar ook de aansporing inderdaad om voor gebed en alles wat we willen hebben, dat moeten we ook krijgen van onze vader, van het nederig zijn. Zonder hem mogen we niks doen. Maar ook is dat ook interessant dat ook die ranken die nog vruchten brengen, vader wil zuiveren. Dat zuiveren, dat op de proef stellen. En af en toe de moeilijkheden die we ook ontvangen in onze hedendaagse dagen, dat is ook een soort ook cadeau om ons geloof te zuiveren, om ze vruchten toch mooier maken. Ja. Echt waar, hè? Ja. Welke zou die blijde boodschap zijn voor die vijfde zondag? Met hem verbonden blijven. Ik ga jullie vruchten voortbrengen. Ja, maar die wordt dus erg gezegd, blijf in mij. Mm-hmm. En dan blijf ik in jullie. Dat is voor mij ook. Mm-hmm. Dat God blijft in ons aantrekt. Dankjewel, beste. Fijne zondag. Zondag, parochianen. Tot de volgende. Tot de volgende. Ja.